Nou, ik geloof dat het overgaat. Hallo? Hallo, René met Karin van Radio Moonlight. Hallo, Karin. Hallo, je bent weer live op de radio. Ik had net ook al een gesprek met jou gehad, maar ja. Internet, ja, het staat allemaal voor niks en we gaan het gewoon even opnieuw proberen. En ik geloof dat het allemaal nu goed is. Even een vraag aan jou, René. We hebben van de week al een paar keer geprobeerd te bellen met jou. En nou ja, het is vanmiddag dus wel gelukt. En de eerste vraag is gewoon, hoe gaat het met je, René? Ja, het gaat nu redelijk goed weer. Het gaat de goede kant op. Ik voel me weer wat lekkerder. Dus het gaat echt wel weer de goede kant op. Nou, heel fijn om te horen. Ik had begrepen dat je van de week allerlei onderzoeken moest doen in het ziekenhuis. Of, Ja, ik heb woensdag heb ik een hartscan gehad hier in het Schepersziekenhuis. En na de avond daarvan, dat duurt een week, zeg maar, voordat je de uitslag krijgt. Dan gaan ze beslissen of ik zo'n ICD-kastje moet hebben of niet. Maar ik denk het niet. Ik voel me zo goed dat ik heb zelf een goede verwachtingen. Ja, je hebt het gevoel dat het toch per week beter wordt, René. Ja, mijn conditie is sowieso. Met lopen en fietsen en zulke dingetjes, heb ik helemaal geen last meer. Dat gaat allemaal hartstikke goed. Nou, ik ben er gewoon ontzettend blij om dat te horen. Dat het gewoon echt weer de goede kant met je op gaat. En dat je gewoon je grote hobby weer op kunt pakken. En dat is gewoon heerlijke muziek maken, hè, René? Ja, klopt. Ik was afgelopen zondag heb ik voor Radio Moonlight in Erika gestaan tijdens de beachvolleybal. Ja. En dat was weer echt ouderwets gezellig. Gezellig met elkaar. Nou. Lekker feest maken. Ja. En de bedoeling is om aankomende zondag ook weer samen met de Moonlight parade weer in Emmen tijdens de Moldercross te staan. Ja, jij bent gewoon een vaste artiest, hè, bij ons, bij de artiestenparade. Je gaat gewoon eigenlijk altijd wel mee, hè? Ja, het is ook altijd zo gezellig en er staat geen druk op. Het is gewoon een hele hoop gezellige mensen, zeg maar. Ja, jij bent ook iemand. Ja, maar jij bent ook echt iemand die staat ook gewoon tussen de mensen in. Jij bent gewoon echt een gewoon normale kerel, moet ik gewoon zeggen. Hè? Gewoon iemand die gewoon meedoet met iedereen. En je gaat ook niet boven de mensen staan. Je hebt gewoon zoiets van, ik doe met de mensen mee. En dan is dat ook gewoon heel anders. Ja, dat is ook absoluut zo. Ik vind het gewoon lekker om tussen de mensen samen iets te drinken of zo. Een pilsje te drinken en dan samen een feestje maken. Ja, dat is het mooiste wat er is. Ja, en we hebben jou al heel vaak meegemaakt. En je bent hier toen voor 2 jaar geleden bij ons in de studio geweest, toen Benny 50 jaar is geworden. Toen hadden jij, geloof ik, op de donderdagmorgen een uitzending. Nou, dat was een fantastische morgen. En jij kwam ook zo langs met een hele grote taart. Ja, het waren zoveel mensen. En dat was gewoon superleuk, of niet dan? Ja, dat was hartstikke mooi. Ja. Maar je weet waar ik ook eigenlijk even over bel. Je had gewoon een nieuwe plaats gemaakt, hè? Ja, ik heb samen met Gerard Schoonebeek en Harold Veenhoven hebben we een nieuw nummer uitgebracht. De titel is Heimwee naar jou. Ja. Dat is een rustig nummer, zeg maar. Ja. Die is van de week is die op cd gekomen, zeg maar. En volgende week dan komt die officieel uit. Ja, en dat wordt eigenlijk een nieuwe single cd. En ben je ook nog van plan om een cd te gaan maken of... Ja, we zijn nu weer bezig met nog weer een nieuw nummer. Ja. Maar dan iets meer een feestnummer, zeg maar. En dan, dan wil ik zo langzamerhand alle platen een beetje bij elkaar op een album gaan zetten. Ja, maar voor 2 jaar geleden, weet je nog, van Barbara, dat was zo'n groot succes, hè? Ja. Ontzettend. Nog veel gedraaid, ja. Ja, en er wordt nu nog vaak aangevraagd, hoor. Barbara, ja, ik hoop dat dit ook gewoon een heel groot succes wordt, net als Barbara. Ja, ik ook. Ja, en Heimwee naar jou. Ik heb van de week sowieso de première ook gehad, dinsdagmorgen. Ik heb hem van de week al heel vaak kunnen draaien. En er waren ook al mensen bij die vroegen hem aan op verzoek. Nou, hij is gewoon ontzettend mooi. Jij hebt ook een beetje meer de stijl ook van André Hazes, hè? Ja, klopt. Ja. Ik doe ook heel vaak een Hazes ex, maar dan doe ik iets van 8 of 10 nummers. Alleen maar van Hazes, met een leren jas en een hoed en een zonnebril op. Ja. Of een paar nummers van Frans Duits. Ja, dat ligt mij ergens ook wel precies. Ja, dat is ook zo. Nou, ik vind het gewoon ontzettend mooi dat het weer de goede kant met je op gaat. En ik zeg ook, we moeten gewoon heel veel aandacht ook aan de regionale artiesten doen, vind ik. Want je weet, Gerard Schoonebeek of noem maar op, Jan Waringa of een Bouke. We hebben hier ook heel veel talenten zitten. Ja, en er moet gewoon veel meer aandacht aan geschonken worden. Dus ik misschien is het wel een idee om daar een soort item van te maken. Bijvoorbeeld
elke provincie gewoon zoveel artiesten uit te halen en daar gewoon wat van gaan draaien. Ja, wie weet. Ja, dat klopt. En dat is juist het ook het mooie aan Radio Moonlight, zeg maar. Dat ze ook heel veel aandacht aan de artiesten gaan besteden. Ja, daarvoor draai ik dus op de dinsdag. En ook alleen maar gewoon heel veel nieuwe muziek. En maakt niks uit of nou Nederlands, Duits, Engels. En dan gewoon niet op verzoek, maar daar gewoon aandacht aan schenken. En er komt bij Moonlight heel veel binnen, maar ook bij onszelf in de studio. Ja, ik hou er ook wel van muziek uit deze tijd, vind ik ook leuk. Ik bedoel, en ik heb zelf dan het country uurtje van 11 tot 12. Ja, daar ben ik natuurlijk ook wel liefhebbers voor om dat te horen. Maar ja, ik vind gewoon, op verzoek is ook altijd leuk. Maar ook aandacht schenken aan de artiesten is ook mooi, René. Ja, klopt. En dus voor onze artiesten is het heel, heel erg belangrijk. Ik denk dat dat er voor jullie wel heel veel wat doet. Ja, klopt. Nou, ik wil het eigenlijk hierbij laten. Wij hebben gewoon een heel leuk gesprek gehad nu, René. En ik wil graag de nieuwe single van jou draaien, Heimwee naar jou, van de René Wanders. En dan hoop ik gewoon dat het in de toekomst nog heel vaak van jou wordt gehoord. En ik wens je nog in ieder geval met je gezondheid nog beterschap. En een fijn weekend, René. Ja, hartstikke bedankt. En ik wil alle luisteraars en alle dj's en medewerkers van Radio Moonlight ook een gezellig en een goed weekend toewensen. Nou, jij enigszins hetzelfde. Ook een fijn weekend. En de groetjes daar aan de familie, hè? Hartstikke bedankt. Goed, we gaan. Okay. Ja, bedankt, hè. En tot ziens. Doei, doei, René. Loop hier door het warme zand van het mooie Griekenland. Toch kan ik niet genieten, mijn hart dat staat in brand. De zon staat aan de hemel en de zee is stralend blauw. Ik voel me leeg van binnen, ik heb heimwee naar jou. Heimwee naar jou. Ik kan niet geloven dat ik leef zonder jou. Jij bent het mooiste wat mij overkomen is. Waar ging het toch mis? Heimwee naar jou. Ik mis je meer en meer, jij bent voor mij de vrouw. Ik wil wel gillen terug naar jou. Jij bent de vrouw waar ik nog steeds van hou. Sitakis klinken op het plein. Ik neem nog maar een glaasje wijn. Dan vraag ik in gedachten waar jij vandaag zou zijn. Dit land kan mij niet troosten, ook al is de lucht zo blauw. Ik voel me leeg van binnen. Ik heb heimwee naar jou. Heimwee naar jou. Kan niet geloven dat ik leef zonder jou. Jij bent het mooiste wat mij overkomen is. Waar ging het toch mis? Heimwee naar jou. Ik mis je meer en meer, jij bent voor mij de vrouw. Ik wil wel gillen terug naar jou. Jij bent de vrouw waar ik nog steeds van hou. Naar jou. Kan niet geloven dat ik leef zonder jou. Jij bent het mooiste wat mij overkomen is.
waar ging het toch mis? Heimwee naar jou. Ik mis je meer en meer, jij bent voor mij de vrouw. Ik wil wel gillen terug naar jou. Jij bent een vrouw waar ik nog steeds van hou.